De Blije Vis, zo heet het programma. In gewerking met de Waardvereniging, Friske Gea en Groen Doen, wordt de bijen hier in het belang van de migratierivier Uitlijn. Wat wij hier hebben is een driedoornig stekelbaars. Oh cool! Dit is nou net een van de soorten die dus van de vismigratierivier het meeste voordeel heeft. Door de migratierivier kunnen visken de oerstekmeidje van de Waardzee naar de IJsselmar en oorsom. De bijen steken er best wat van op. Ik heb geleerd dat ze niet echt bang zijn. En ook dat je niet met je handen zo'n vis moet aanraken. Want dan beschadig je de schubben omdat je handen zout zijn. Nou, daar komt een gat zeg maar in dat afsluitding. Dat de vissen naar de zoutwater komen. Die dus in eerste zoetwater waren. Of juist andersom. De initiatiefnemers vinden het wichtig dat bijen weten wat een vismigratierivier is. En wat het belang ervan is. We willen graag weer laten zien hoe het vroeger was, dat het eigenlijk veel rijk was met heel veel vissen. En dat hier ook heel veel mensen daar profijt van hadden, maar ook de dieren en de vogels. En we willen ook wel laten zien dat het eigenlijk weer terug moet komen. Dus dat de Asserdijk wel heel goed is geweest voor de waterveiligheid, maar heel slecht geweest is voor de natuur. Neffens de juf is het een nuttige dij. Je ziet het hier ook wel om je heen, ze genieten er gewoon van. Ze zijn heel belutsend bij alles. Prachtige man, een prachtige dag.